Het vijfvoudige aan Oekraïners komt ook nog deze kant op, las ik zojuist. Dus wat dat betreft hebben we nog een hele klus te klaren met z'n allen. En je weet het van tevoren. Dus als dit nog een keer gebeurt... Ja. Maar gelukkig heeft onze koning dan wel iets opengesteld. Pleisterloo was het geloof ik, toch of niet? Nee, ja. dat huurt hij. Hè? Dat is zo'n jachtslot. Oh, ja. Als hij gaat jagen, dan verblijft hij daar, weet je wel. Want hij is waarschijnlijk de enige die wel op hazen mag schieten. Oké. Okay. Wat ik wel apart vind, hij heeft dan laatst in Leiden... Gouda was het, 750 jaar geloof ik. En bij de Floriade was hij, of bij de Bloembollen was hij ook. Ja. Maar dan heeft hij ook nog een drugslab geopend. Ja, drugslab. Dat gaat wel heel ver, vind ik. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling is. Kijk hier, Omroep Gelderland is dit. Waar hebben we het over? Hè? Hoe groot is het? Maar ziet u veel? Ja, wat is veel? Ja, dat vraagt u. Ja, die man die... Er schijnen de meeste drugslabs in Gelderland te zijn, dan kwam je even kijken. Ja. Wat wou je zeggen, die man? Nee, die man wordt er ook weer op afgestuurd iedere dag. Maar dan sta je opeens in een drugslab. Ja, maar die staat 's ochtends met zijn agenda. En dan kijken ze waar ze heen moeten. We moeten naar het drugslab. Ja, in Gelderland. En dan ga je weer met frisse tegenzin. Want hij wil maar één ding. Naar Griekenland. Autootje in.